De weg naar Powakka is per heden tot nader orde afgesloten, doordat het traditioneel bestuurlijk gezag nog steeds niet wordt erkend vanuit overheidszijde. Kapitein van Powakka Sergio Sabayo bevestigt de sluiting tegenover onze nieuwsdienst en zegt dat het besluit is genomen nadat het dorpshoofd een vergadering met de dorpsgemeenschap heeft belegd. De gemeenschap is de situatie beu en wil met de sluiting een duidelijk signaal geven aan de overheid, zegt Sabayo. Vorige week op 12 februari bezocht een groep van dorpshoofden de directeur van het kabinet van de president en twee adviseurs om aandacht te vragen voor deze kwestie. Daar zijn er twee voorstellen. Zijn naar voren gekomen die geadviseerd zouden worden naar de president. En ze hebben toezegging gedaan dat uiterlijk vrijdag dat we zouden horen wat het besluit zou zijn. Een dag ervoor, dat is donderdag, dan kregen we het bericht van dat ze nog een week ruimte nodig hebben. En uiteindelijk is de week ook verstreken. Eén is met een beschikking en één die geïnstalleerd, ingewijd, een mandaat is verkregen van de totale gemeenschap van Powakka. Maar het feit dat wij, die geïnstalleerd traditioneel zijn, is ingewijd, niet erkend zijn door de staat, dat brengt een heel verwarring. Want omdat de gewezen kapitein blijft nog steeds handeling plegen. Sabayo zegt dat er vanmorgen een gesprek is geweest met het kabinet van de president dat een voorstel presenteerde voor de oplossing van de impasse. Dit voorstel zal worden voorgehouden aan de gemeenschap, waarna zal worden besloten als de wegafsluiting wordt opgeheven.